Ja, goedemiddag. Wij zijn vandaag op de judoclub, hè, dus in de sporthal De Hoogt. Onze club viert vandaag haar 38e verjaardag. En naar goede gewoonte doen wij ook een clubkampioenschap. Wat gaan wij hier vandaag doen? Wij hebben ons clubkampioenschap. En dat begint met een demoke van de kleuters. Dat zijn personen van 4 tot 6 jaar, kinderen, die op een leuke speelse manier kennis maken met de judosport. Daarna gaan we dus een 12-tal poelen hebben met een 48 wedstrijden. En die gaan onder elkaar uitmaken wie het sterkste is, tussen haakjes, de beste techniek heeft. En die gaan een kleine competitie doen om kennis te leren maken met de echte judosport, hoe het ook in latere leeftijd de echte wedstrijden zullen verlopen. Judo is een levenswijze feitelijk, is een visie. Het is, hier leren ze dus echt discipline feitelijk. Dat komt op de eerste plaats, leren luisteren. Ook in groepssamenwerking, wat toch ook wel heel belangrijk is. Elkaar toch een beetje leren verdedigen. En gezellig onder elkaar op een aangename manier sporten. Collision course, I am a side.